jullie zien het. Dus ja, we wachten af hoe het gaat worden. Ze is nog niet klaar, want die kant moet nog. Maar ze moest verf erbij maken. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja. Jouw naam ook wil, want ik dacht toch gek steken. Mijn naam Milado. Milado. En wat ga jij doen? Ik ga alles doen. Alles? Nee, ja. Je mag niet alles doen. Nee? Nee. Ik ga wenkbrauwen doen met Duitse. Your heart is no longer the same. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de 24e. En we leven om 12:03. Ik moet opschieten, ik moet mijn meisjes uitlaten. En ik heb om 1:00 een afspraak waar ik jullie gezellig in meeneem. Dus ja... we zullen beleven hoe en wat en ik hoop ook dat het gezellig gaat worden. Ja, dus ik ga eerst met de meisjes uit en daarna ga ik de booster pakken. En jullie gaan mee, zowel mijn mobiel, zowel de camera. Allebei gaat dat mee. En ja, het moet nog eventjes ook nog ergens anders naartoe. Dat moet ik eerst doen, want anders, het moet wel betaald worden. Ja, en momenteel heb ik geen centjes. Nee, dat moet wel gedaan worden. Ik heb gisteren immers ook Chinees eten besteld. Hebben we vanavond weer en waarschijnlijk morgenavond ook weer. Ja, ik eet het zo ongeveer 3 keer er wat van. Dus het komt allemaal goed. Hé, meisje lief? Ja. Het is 14 graden, maar het zal... die hoek roetje koud wezen, dus ik doe gewoon daar nog wel mijn winterjas aan, want de wind komt uit de verkeerde hoek vandaan, dus ja, dat is niet lekker, nee. Sjaal hoeft weliswaar denk ik niet om, maar wel mijn dikke jas nog. En ik hou op mijn vest aan, want ik heb het momenteel ook niet warm, dus duurt dat wel open, moet ik wel bij zeggen, maar ik heb het zelf niet warm. En dan kun je beter je vest wel aan hebben dan niet. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet van het prachtig mooie weer. Want dat hebben we wel weer in de pocket. Ik zie wel wolken enzovoorts gaan. Maar het is ook blauwe lucht. En de zon die is aanwezig. En daar ben ik weer blij mee. Ja, en ik denk met mij vele meer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Doe wat je wilt, doe wat je doen moet en geniet van alles wat je doet. Ze zeggen te later. Ja, en jullie zien het weer, hè? Ik zit weer op mijn plekje. Ja, weer lekker gezellig bij de kapper. Dus ja, we zullen het straks weer beleven. En ja, deze die staat er daar eens en dat komt straks al in beeld. Want ja, er zijn meerdere mensen, dus ja, daar moeten we wel weer om denken, hè? Dus ze zeggen, geniet van alles en geniet zeker met ons mee. Ja, jullie zien het, ik zit al in de stoel klaar. Oude bril op, mijn paarse. En ze gaat nou het pakje klaarmaken. Ja, en dan zullen we het beleven, hè. Ja, we gaan er gewoon van genieten. En dan komt alles goed. Mag ik hopen. En deze kennende komt het ook goed. Want ik heb niet voor niks om deze zelf gevraagd. Nou, moet ze zoeken. Nou ja, zoek en gij zult vinden. En ik heb een snoepje in mijn mond. Mijn goede bril, die heb ik hier. En ik heb de oude dus op. Als daar wat verf aan komt, is het niet erg. Nee. Dus ja, dat dus. Ik heb mijn oorbellen ook daar liggen. Dus het komt helemaal goed. Dus. Ja, toch? Ja, het zonnetje schijnt zo lekker, lieve vrienden. Kijk nou eens, dat is toch genieten. Dat is toch genieten. Ja. Dus. Lekker rustig nog, hé. Ja, vanmorgen was het druk. Oh. Nu is het er al een beetje afgezakt. Oké. Okay. Nou, ik zit er even een beetje scheef ervoor, want daar zit ook een mevrouw, die mag er niet op. Of, ja, ik heb het niet gevraagd hoor. Ik moet het aan even vragen. Maar ik kijk nu ook zonder bril, dus ik zie bijna helemaal 2 keer niet. Ja, wazig. Maar jullie zien het.
Dus ja, we wachten dan af hoe het gaat worden. Ze is nog niet klaar, want die kant moet nog. Maar ze moest verf erbij maken. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, ik zet jullie even wat rechter, want ja, deze mag er zo meteen wel er even op. Ja, mevrouw, ik ben een YouTubester. Sorry? Ik ben een YouTubester. Oh. U kan me volgen op YouTube. Op YouTube? Ja. Oké. Onder de naam Corina met IE, Corina en de Beestenboel. Oh, en heeft u wat interessants te vertellen? Dagelijks. Op YouTube, want anders kijk ik niet. Op hoor. YouTube hoor. Ja? Ja, nou ja, het is mijn leven wat ik deel. Ja, en wat echt privé is, krijgt niemand te weten. Nee. Maar gewoon ja, de dagelijkse slommeringen en ja. Gewoon de leuke dingen, ook wel verdrietige dingen komen erin voor. Ontour op de booster, en dan zet ik mijn mobiel zet ik in een speciale houder en dan ontour. Enkel dat waar ik dan weer versneld afspelen en de geluid eronder weg en muziek eronder. Want ja, niemand wil het geluid van een scootmobiel horen. Nou, nee, hè. Dat is zo'n herrie. Nee. En dus, maar ja, in ieder geval, lieve ja, vrienden. Ja. Ik zal eens even kijken of ik het vinden kan. Corina met IE? Ja, IE. Ja, en de Beestenboel. Oké, nou, ik ben benieuwd. Nou ja, hartstikke leuk hoor. Dan zie ik u met die nieuwe kapsel. Ja. Nou ja, kijk, de zijkant, dat is zo wat uitgegroeid. Ja. Het was echt diep rood had ze het de vorige keer gedaan. Ja, ik ben nou eenmaal een dwaas, een gek, hoe noem je dat, Daisy? Ik heb het niet later kocht, ja, met zandwappie. Ik ben, nou ja... Een wappie, ja, maar mode, ik ga met de tijd mee. Want de mode, wat ik nou draag, dat komt allemaal weer terug. Ik heb nou, ja, dat is eigenlijk een kortik jurk, wat ik aan heb. Maar ja, je kan ook zeggen... Ik heb eerder zo'n iemand gehad, hè? Dat witte haren met die lange kleding iedere keer. Ik weet niet meer hoe ze heet. Weet ik ook niet. Ja, jullie hadden ook altijd van die bijzondere kleding aan. Ik vond het wel leuk, hoor. Ja, nou, ik ook. Van dat is retro kleding ook. Ja. En ik noem het ook wel eens, want ik ben een heks. Maar dan wel een goede heks, een lieve heks. Want ik draag ook een pentagram. Nou, en de oorbellen dan, die ik hier heb leggen. Ga je in een vermenigvuldigje? Rot. Oh, we gaan wel zo. Ja. En weer terug. Ja, maar jij moet er nog even bij op. Oh ja. Kijk. Hallo. Middag. Hoe is het met jou? Goed hoor, met jou. Ook goed. Nou, mooi. Lekker toch? Lekker bij de kapper. Ja, moet eens een keer weer gebeuren, hè? Dat was wel aan een nieuw beurtje toe. Ja, echt, hè? Echt wel. Ja. Maar ja, ik zet hem weer even neer, want anders krijg ik al aan mijn arm en ik ga scheel kijken. Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. It's
It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ja, dat zit er helemaal in. Daisy neemt zo de camera over, want je wil niet weten hoe het vannacht er is. Dat zie ik ook niet, nee. Dus we draaien jullie even om. Moet je de klepje verdraaien naar jou, dan zie je wat je filmt. Ah, kijk. Ben er helemaal blij mee. Geweldig, geweldig, geweldig. Echt top, echt mooie kleur. Ja, toppie. Toppie, toppie, toppie. Kijk Daisy, en dan kan je het ook nog zo doen. Oh ja, dan kun je het zelf zien. Kijk. Ja. Ja, en dan kun je hem ook weer draaien. Oh, zo dan, ja. En dan kan je hem dicht doen. Hallo Jasmijn. Hallo, goedendag. Ik mag filmen, daar heb je toestemming voor gegeven. En nou ja, hem film ik vaker. Dus wat was jouw naam ook alweer? Want ik dacht toch ik steeds. Mijn naam Milado. Milado. En wat ga jij doen? Ik ga alles doen. Alles? Nee, ja. Je mag niet alles doen. Nee? Nee. Ik ga wenkbrauwen doen met touwtje. Met een touwtje, lieve vriend, dan gaat hij dus... haar wenkbrauwen doen en hij was er al met één bezig en dan gaat hij nummertje 2 doen. Dus dat laten we zo eventjes zien. Dus ga je gang. Wou jij er ook op? Nee, dat dacht ik al. Dus moet je wel uit de buurt blijven, hè? Want ik kan ook de spiegel, hè, pakken. Ik zou het doen. Is ook leuk. Ja, maar ik heb hem er nou niet bij op. Het is de proxy. Nee, want hij wil niet, dus daar hou ik rekening mee. En ik vroeg dus ook al aan Jasmijn of het zeer doet. Doet het ook zeer, Jasmijn? Nee. Nee, zeg. Een beetje. Een beetje. Het is hartstikke aangenaam eigenlijk. Beetjes. Fijn. Precies. En het gewoon met naaimachine gaar, lieve vrienden. Ja, ja. Gewoon, dat is maar een bonus. Gelukkig heet ik Jasmijn. Geweldig. Goed. Ja, je doet het goed hoor. Oké. Okay. Ja. Volgende keer voor u. Mm-hmm. Ik ga voor u doen. Ja, maar wat gaat me dat kosten? Maar nou. Ja, maar kijk, in deze oog, dat zal ik je laten zien. Voorzichtig deze. Ja, maar die hekt dus mijn benen. Daar, die doet altijd extra zeer. Waarom? Ik heb daar, echt vroeger dat ik nog klein was. Mm-hmm. Ben ik ooit gevallen geweest. Oh. En toen waren de glazen van mijn bril nog heel. Maar mijn montuur ging 6 stukken. Dwars door mijn wenkbrauw heen. Dus daar heb ik een littekening zitten. Maar ja, met make-up werk je dat wel weer weg. Het is niet te zien. Ja. Maar jij ziet er nou ook mooi uit. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Nou, lieve vrienden, dat was het. Dat, ja, ze is netjes geworden. Geworden, zeker. Je ziet er mooi uit. Ja. Zeker. Ja, jullie horen een klein fluitje en jullie zien mij ergens zitten, ja, waar ik bijna nooit zit. Maar het is wel eens een keer tijd dat ik er weer zit. Ja. Yeah. Hallo. En ja, ik ben dus bij ons lieftallige Dick. En ik laat jullie straks zien, maar er wordt eventjes hier geblaft. Want Dick die is... aan het oppassen op een lieftallige hond gedaan. Roxy. Ja. Maar ja, hij had ook de deur open, dus er lopen mensen voorbij. Dus even wachten. Ja, Roxy, rustig. Nou, kom hier, want jij komt er niet bij. Oh, Gosje. Nou. Ah, Gosje.
Nou. Ja, ik zie wat liefs, maar ja. Ja. Zie je? Mooi. Ja. Mooi gezicht. Goed, ja? Maar ja, ik draai jullie eventjes om. En dan zien jullie het wel. Dag Dick. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Bij mij is het prima, met jou ook goed. Ja, uitstekend. Ja, ik pas op mijn moeder vanmiddag. Had jij op een hondje vanmiddag? Waar is dat? Nee, op jou pas je. Op mij, nou dat hoeft niet. Ik heb tegenlicht. Roks. Roxy. Roxy. Je ziet andere honden. Ja, je ziet andere hondjes. Roxy, kom eens kijken. Kijk dan. Op de film. Kom dan. Kom maar. Hallo. Ja, ze is nog heel erg jong, lieve vrienden. Maar ja, ze gaat al in de buiten, dat vind ik zo mooi. Nou ja, laat maar lekker gaan. Oh ja, laat Dick ook. Zit aan een lekker biertje. We maken reclame, maar we worden niet gesponsord. Nee, helaas niet. Maar dat maakt niet uit. En ik heb een lekker wijntje. Nou, krat leeg is, moet je nieuw halen. Ja. En dus, dat was hier even lekker gezellig. En Dick die vindt mijn haar ook mooi. Of niet dan? Sst. Ik vind het mooier dan het andere. Dat is wel paars, wordt een keer dit is donkerder, ik vind dit mooier. Ja, maar kijk, omdat het uitgroeit, dan hou ik het zelf een beetje bij met een masker. Begrijp ik wel, maar ik vind dit mooier als dat ik gisteren tegenkom, ja, zeg maar. Ja, klopt. Maar ja, dat is ook zo. Ik ben nou ook weer geknipt, het is nou helemaal goed weer. Ja. Dus. Nou, maar oké, okay, ja, we zitten hier lekker gezellig. Ja, dit is dus een aangepaste woning, moet ik zeggen. Hè? Want ja, Dick die zit dus in een rolstoel. Want Dick, ja, zoals we altijd al zeggen, hij heeft een anderhalve poot. Nog wel. Ja, één poot. Eén goeie, maar die begint ook rottig te worden. Ja, dat is niet zo fijn. Maar hij heeft dus ook nog een kunstgeval. Ja. Maar of hij die ooit eens een keer wilt laten zien aan jullie, dat weet ik niet. Maar dat praten we wel weer eens een keer. Oh, dat komt wel goed hoor. Komt wel een keer goed. Want pijp omhoog en je ziet hem. Pijp omhoog en je ziet hem, ja. Dus ja, dat is onze liefstallige Dick. Die ken ik al jaren. Ja, weet ik veel. 2000 en 2? Vorige eeuw. Ja. Vorige eeuw, zoiets. Dus ik zou zeggen, lieve Dick. Dankjewel voor de gezelligheid en we gaan lekker eventjes nog verder hier. En dan, dan gaan we straks ook weer naar huis, want ik heb ook nog 2 hondjes die ik uit moet laten. Maar die zitten thuis te wachten natuurlijk. Ja, nou, dat valt mee, want voordat ik naar de kapper ging, ben ik heks uitgelaten. Oh, kijk aan. Dus, maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, wij gaan genieten van een biertje en een wijntje. Ze zeggen tot later. Doei. Ja. Ik ben alweer een geruime tijd thuis, want ook de meisjes zijn al uit geweest en ik heb een bak koffie staan. Ja, echt waar. En ik ben nog steeds blij enkel. Ja, jullie moeten mijn voorhoofd niet zien, dat is allemaal nog rood en in mijn nek moet het nog wat rood zijn. Maar ze heeft wel een hoop weten te verwijderen. Maar ik ben er wel weer blij mee. Het staat me ook goed, die kleur, et cetera. Ik ga ook eventjes... de vraag van Mirjam tevoorschijn toveren. Ja, want ook die moet ik nog beantwoorden. Ook dat nog. Hi kind. Hi mijn kind. Ja, vrouwtje gaat even goed zitten. Kom dan. 1, 2. Goed zo. Oeh ja. Ik heb een ander hondje geaid en gedaan. Ja. Dat was bij oma Dick. Ja. Oeh, dank jullie wel, lieve schat. Oeh, wat een kusjes allemaal. Hé, goedje toch, hè? Ja. Wat is dat nou weer? Ik heb alles zacht gezet en nog gaat hij tekeer. Oh, nee, dat moet nog zo. Nog gaat hij niet meer tekeer, hopelijk. Oorgoed. Zo, ja, een vraag van onze Mirjam. Heb jij gemerkt dat Jack, mijn mannetje dus, die overleden is,
hij heeft deze twee hondjes nog nooit niet gezien. Nee, deze heb ik pas gekregen nadat hij weg was. Veel later trouwens ook. Maar ik ga even opnieuw. Heb jij gemerkt dat Jack jouw mannetje vaak om jou heen hangt? En zo ja, hoe merk jij dat? Omdat ik dan het gevoel heb dat hij net zoals wanneer die nog deed, wanneer die weer in leven was, zijn handen beide op mijn schouder legt of ze zo voor mij langs gekruist hield. Je kribbelt? Nee. Dat deed hij regelmatig en dan keek hij even mee, vooral wanneer ik met mijn plaatjes bezig was. En dan keek hij mee over mijn schouder en lag hij zijn handen wel op mijn schouders of zo gekruist om mij heen, dat hij achter me stond. Dat voel ik nog en dat is niet alleen dat ik hem voel, maar ik voel meerdere die mij dierbaar zijn, waren, moet je het zeggen. Maar ik ben niet de enige die het merkt. Nee. Elwing, die is er ook heel gevoelig voor. Ja. Dat ik dat kastje, wat nou daar staat, die heeft ook daar gestaan. Dat weet je denk ik wel als je mijn vlog terugkijkt. Toen gebeurde het regelmatig dat Elwing naar dat kastje toe ging en daar stond te snuiven en te doen, en vooral bij die foto van waar Jack op staat, stond ze er echt helemaal bij. Dan denk ik, wat moet je nou in die hoek? Iedere dag was ze wel een paar keer even te vinden. Ik denk, nou, wat moet je nou in die hoek? Nou, en nou weet ik dus al dat ze met elkaar contact hebben. Ja, ook dat weet ik al. Dat voel ik en dat merk ik. Ook merk ik mijn schoonmoeder en ik merk mijn vorige diertjes, maar ook mijn eigen moeder, mijn stiefvader, waar ik een hele goede band mee had, mijn eigen vader niet, nee, die merk ik ook niet, die voel ik ook niet, misschien zal die er wel wezen, ik weet het niet, maar ik voel hem dus niet, maar de rest voel ik wel, dat vind ik heerlijk, dat vind ik fijn, met Jack en mijn schoonmoeder praat ik nog heel veel, mijn moeder ook nog wel, maar op een andere manier. Ik begrijp haar wel en ja, dat is meer dat ik dingen doorkrijg van mijn moeder en dan weet ik dat het goed zit. Maar ook Jack, die geeft mij dingen door via de meisjes. Ook van Rijka krijg ik het wel door. En dan weet ik dat het goed zit of dat ik fout zit. Soms ben ik wel ook naar dingen op zoek hier in huis. Denk ik, ja, waar heeft hij het ooit neergelegen? Dan zoek ik wat. Ik weet wat ik zoek. Maar het was niet van mij, het was van Jack. Dus Jack heeft het ooit weggelegd. En ik denk, ja, het moet nog ergens wezen. Maar waar? Ik weet niet waar hij het ooit destijds neer heb gelegd. Maar via die honden kom ik er dan weer achter. Nou ja, voilà. Dus zo voel ik dat, zo merk ik dat. Mijn moeder, die voel ik haar adem heel veel bij me langs gaan. En Jack, die heeft ooit verteld, voordat hij ooit heen ging, uit huis vandaan. En als de maan daar staat, dan zien wij hem uit huis vandaan. Maar als hij daar staat, wil er ook vaak, vanaf de aarde bekeken, een ster vlak naast de maan staan. He, dat scheelt ongeveer zo'n stukje vanaf de aarde. Ja, en als je daar bent, erboven, dan is dat mijlen verderop. Maar hij zegt, dan ben ik die ster die dan zo fel is, die naast de maan staat, dat ben ik. Nou, dat zit ook nog steeds. Mijn vader, die heeft ooit gezegd, die hele felle ster die daar staat, die zo fel knippert, dat ben ik. Dat zal ik zijn. Zo met meerdere mensen kreeg ik van tevoren al door, ik zal dat en dat doen als ik er niet meer ben. Nou, en dat is ook allemaal uitgekomen en dat gebeurt nog. Dus ja, daar ben ik maar heel blij mee en denk ik, oh, hey, hij is er weer of zij is er weer. En dan zeg ik ook,
Goeiedag, fijne avond, goedemiddag. Het is maar net wanneer ik iets doorkrijg en iets merk. En wat voor dag, tijd op de dag het is, of het nou ochtend, middag, avond is. Dan melden, zeg ik dat gewoon erbij. Dus ja, ik ben er helemaal, ja, dat vind ik gewoon fijn. Dus, dat ik hoop dat, dit antwoord jou bevalt. En bevalt dat niet, nou ja, dan zeg je het maar. Maar op een andere manier weet ik het ook niet te vertellen. En ja, ga jij in donker, net zoals ze op televisie ook doen met die spookhuizen, laat ik het zomaar benoemen, waar die geesten rondwaaien, dwalen. Ik zeg het verkeerd, waaien. Nou ja, het is maar hoe je dat noemen wil. Dan zien ze die ronde dingetjes. Dat zijn orbs. Heb ik ook. Als ik dat ga doen, vind ik ze ook. Dus ja, waarom hun pesten? Hun pesten mij ook niet. Ga ik hun ook niet pesten. Want ze kunnen er verschrikken als je dat gaat doen. Ja, daar hou ik niet van. Ze pesten mij ook niet. Ze zijn lief voor mij. Dus ik ben lief voor hun. Dus ja, lieve schat, ik hoop dat je hier genoeg aan hebt. Ik ben vanmiddag dus lekker even de hort op geweest, zoals je ziet, naar de kapper. En ten tweede ben ik ook op visite geweest bij Dick, een maatje van me. Nou, ook hartstikke leuk en gezellig gehad. Dus ja, hartstikke fijne middag eigenlijk. En dat mocht ook wel eens een keer. En nou moet ik dus nog ook een vlog in elkaar zetten en ik moet nog eten. Anders had ik 2 vlogs in elkaar gezet. Maar ja, dat komt morgen wel weer. Nou wordt het er maar 1. Dus ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden en lieve Mirjam, geniet van elkaar, geniet met elkaar. En ook lieve Cor en lieve Kokkie. Ik heb nog steeds geen vragen van jullie gezien. Nee, kom op! Vragen! Ja, ik wil vragen hebben. Waar dan over ook. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. En een hele fijne avond. Doei! Oh,